De Primera in Andijk wordt beter beveiligd en het is hard nodig ook. Bij de winkel is in anderhalve week tijd 2 keer ingebroken. En beide keren verdween voor duizenden euro's aan sigaretten. En het was een enorme rotzooi in de winkel. De tweede keer was afgelopen nacht. 2 dieven stopten een hele vuilniszak vol en smeerden hem vervolgens op de fiets. Telegraaf TV sprak er vandaag een getuige die niet herkenbaar in beeld wil. Afgelopen nacht in mijn slaap hoorde ik een doffe klap. Ik dacht gelijk aan inbraak vanwege een week geleden. En ik ben gelijk naar een raam gelopen om te kijken wat er aan de hand was. En toen zag ik dat de raam erin lag en het alarm ging af. Er zat een noodraam in en daar hebben ze nou weer een tegel doorheen gegooid, een straattegel. En zo weer binnengekomen en sigaretten meegenomen. Vanmorgen heb ik het niet gezien, want toen was het al het meeste opgeruimd. Maar de vorige keer toen lag alles hier en die planken waren allemaal stuk. En die tussenschotjes zijn allemaal stuk. Dat lag allemaal op de grond. Ik heb de daders allebei gezien. Die waren goed bepakt om dus niet herkend te worden. Er zat een capuchon op. Ik had de politiedame aan de telefoon en die stuurde gelijk een politieauto. Binnen 6 minuten waren ze paraat. Maar ja, ze waren al gevlogen op de fiets. Ik was eigenlijk heel erg boos. Want het is een, nou gewoon gemeen. Het is niet van hun en ze moeten ervan afblijven. En een winkel zoals dit krijgt straks allemaal maatregelen voor anti-inbraak. Wat ontzettend veel geld kost. En dat is gewoon heel vervelend allemaal.